Ja, het thema is hoe veilig is IT in Nederland? En dan denk je aan vitale infrastructuur. En toen dachten wij meteen aan Erik Luif. Hij werkt bij TNO, Cyber Security and Resilience Team. En is bezig met cyberoperaties en bescherming van die vitale infrastructuur. En hij deed het niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese Unie, in NAVO-verband. En heeft voldoende kennis om daar ons een uur lang mee te boeien. Erik Luif. Bedankt. Goedemorgen. Ik loop wat langer mee in deze wereld, dus ik kijk ook wat terug. En kunnen we lessen trekken voor de toekomst? Want hoe veilig is het nu? L'histoire se répète. Geschiedenis herhaalt zich, ook in ICT. Ik ben begonnen bij de marine, daarna bij TNO terechtgekomen. De periode van ponskaarten, de periode dat je 4K-machine 12 bits had. En dat deed het allemaal maar mee. Mainframes kwamen later, 110 baud. Hele snelle communicatie op dat moment. Ik heb de begintijd van het ARPANET meegemaakt aan de militaire kant in Nederland. En IP versie 5, ook bij weinigen van u bekend. Cyberwarfare, cyberoperations. Kwetsbaarheid van het Nederlands internet in 2001, onderzoek voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En bescherming vitale infrastructuur. Wat is nu vitale infrastructuur in Nederland? Bezighouden met onder andere regelgeving voor de interconnecties van NATO. Bescherming vitale infrastructuur projecten in de EU. Op dit moment heb ik er 5 lopen, dus we zijn druk bezig. Onder andere scalar security, procescontrole security en smart grids. En ik heb ook nog meegewerkt in het kernteam van de Nationale Cybersecurity 2. En ik doe nog veel andere zaken. Maar het thema van vandaag. Hoe veilig is het in Nederland? Hoe veilig is IT in Nederland? Hoezo IT? Volgens mij hebben we het toch tegenwoordig over ICT. Dus dat wil ik in ieder geval aan de titel veranderen. Maar hoezo Nederland? Praten we over het Nederlands deel? Hier in Europa, praten we over het Koninkrijk der Nederlanden, praten we over het Nederlandse taalgebied in Europa, of praten we over cyberspace. Ik denk dat we het over het laatste moeten hebben. Onveiligheid, ja, als je over veiligheid, onveiligheid praat, dat is allemaal toch een heel vaag begrip. Is het meetbaar? Als het meetbaar is, dan blijkt het gewoon niet overeen te komen met onze perceptie. Mensen ervaren een donker steegje soms als heel onveilig, terwijl eigenlijk in het meest verlichte gedeelte, die straten verder, daar zijn de overvallen bij de flappentapper en zijn de zakkenrollers actief. Veiligheid, waar hebben we het over? Ik kom daar straks op terug. Ik ga eens terug in de historie eerst. Daarna kijken we naar onze toekomst. Onze weerbaarheid, wat doen we daar nou eigenlijk tegen? En is er überhaupt een uitweg uit deze malaise? Stelling. Ook in ICT security, cybersecurity, herhaalt de geschiedenis zich. Helaas. Komt deels doordat we een gebrek aan historisch besef hebben. En ik ga dat laten zien. We vergeten de good practices van vroeger. En lessen die we geïdentificeerd hebben, nemen we niet mee in de volgende golf van ICT. En dan gaat het nog wel eens fout. Gewoon een vraag aan u. Doe eens een gok. Wanneer stond dit in de Telegraaf op de voorpagina? Iemand een jaartal? Kom. Hans? 1980. Redelijk. Goed. Je krijgt straks een boekje. Je krijgt hem nu. Het was... waren backup tapes gestolen en er had een tijdbom in de originele systeem rond Kerstmis gedaan. Twee makers en die vroeg 1,25 miljoen gulden als losgeld. Dus... We hadden al chantage. De eerste keer
En de eerste keer dat bankrekeningen geplunderd waren, was al in de jaren 70, via cyber. De eerste keer dat boven de 10 miljoen dollar uitkwam, was toch een tijdje later. Dat duurde toch 20 jaar. Inmiddels gaan er grotere bedragen om. Het eerste computervirus op ARPANET was al in 1971. Toch een best een lange tijd geleden. De Robert Morris Jr. wordt hem berucht. Toch 10.000 systemen pakte, was in 1988. Electronic Disturbance Theater maakt een tool flatnet om wat politieke druk uit te oefenen. En op de Pentagon, op de Mexicaanse regering, DDoS tool, 1998. En toen was ook de eerste SCADA aanval in het nieuws, was op een kolencentrale. Airconditioning systeem 2005, in het computercentrum van de bank ging plat. Cybercrime Central. In de nieuws 2006. Een oliepijpleiding opgeblazen in 2008 in Turkije. Het is niet zo bekend bij een heleboel mensen. Stuxnet, wel bekend. Relatief recent. En wie doet er niet aan elektronisch spionage? Dat is zo langzamerhand, ieder land doet eraan mee. En we hebben ook het International Space Station. Had een virus. Een stukje terug. Advanced Persistent Threat in 1935. Vliegtuigen gingen steeds sneller. Je moest wat weten waar die vliegtuig zat. Je hoorde dat, maar het kwam met 300 meter per seconde kwam er eigenlijk traag binnen. Je moest een soort predictie gaan doen om je zoeklicht te richten en ook het geschut te richten. Dat waren hele complexe machines, maar die bleken eigenlijk minder goed te werken als dat je dichter bij je oor zat. En hieraan kon je koppelen, een soort volgsysteem. De radar kwam, experimenteel in 1938. Maar hoe je dat zoeklicht goed aanstuurde, hele slimme dingen, mechanisch, dat waren we al gauw aan het vergeten. En soms heb je dat nodig. Hetzelfde geldt voor de ponskaartentijdperk. De periode dat ik hier vlakbij eens in de week een dagje meehielp bij een bedrijf om programma's te schrijven. Dan dacht ik, het programma, ik heb het helemaal getest, ik ben klaar. En dan ging je dan voor een nieuwe job naar de systeemengineer. En die zei, jij dacht dat je klaar was. Die liep naar de afvalbak naast de ponsmachine en greep een dik pak kaarten, schudde het een beetje op. En jij moest je programma daarop op die kaarten loslaten. Alweer als er maar één kaart geaccepteerd werd. Ieder inputveld controleerde, moest gecontroleerd worden. Artikelnummer, hoeveelheden, noem maar op. Op dit moment sms bericht je iPhone in en de iPhone ligt plat. We testen niet de input. We zijn dat soort good practices vergeten. Die periode, 78, haalden wij meer dan 150 bufferoverflows uit het besturingssysteem. En kregen daardoor de zaak behoorlijk stabiel. Maar op dit moment, 40 jaar later ongeveer, zijn bufferoverflows nog steeds good practice. Als je naar de CVE-nummers kijkt, vind je er tientallen van. Kortom, we hebben nog niks geleerd in al die jaren. Deze uitspraak, we hadden net een jaartal. Iemand een idee van wanneer dit gezegd is? Ja, je zit aardig in de richting. Dit was een NATO-rapport uit 1968. Het ging over OS 360, lang vergeten opleidingssysteem zo langzamerhand. Maar 220.000 regels code. Android heeft wat meer in je telefoontje, heb je wat meer. Maar hoeveel fouten zitten er nou in? Zit het in de schaal, dat is 5.000 of meer. Geïdentificeerd, nooit geleerd. Helemaal in de begintijd, met mainframes, je liep er naartoe, je tikte een naam in en je ging aan de gang. Geen wachtwoorden nodig. Onzin, wachtwoorden. Maar goed, dat men leerde, er kwamen wachtwoorden. Er kwam iets meer beveiliging in de mainframes. En toen kregen we midis, minis, noem maar op. Iedere cyclus
begonnen zonder wachtwoorden, want het was toch maar een personal groups device. Het geldt ook voor de watches. Watches is natuurlijk een persoonlijk device, maar we gaan er eigenlijk wel weer mee betalen. Dus dan is het toch wel weer handig dat er een wachtwoordje op zit of een pincode. Je auto, je rijdt er zo mee weg. Maar er is ook een computer op wielen. Geen wachtwoorden nodig. De Tesla breek je zo open. Een paar jaar geleden, 2012, kwam dik in het nieuws Veren. Dat daar, zeg maar, de afvalwatersysteem en de sluis, dat die open aan het internet lagen. Nou, het was niet alleen Veren hoor. Het was ook Almelo en Hengelo en Almere. En er waren een 6-7-tal gemeenten die zo aan het internet lagen. Maar die luisterden tenminste naar het telefoontje dat kwam van: jongens, het is niet zo handig. Veren, de man van de gemeente, die zei: dat kan helemaal niet dat u bij mij binnen bent als hacker. Want ik heb net mijn mailserver geüpgrade. Wat dat nou met procescontrole te maken was niet zo duidelijk, maar goed. Op een gegeven moment stond dus een vandaag met de camera voor de burgemeester en die zei van: we hebben het probleem opgelost, we hebben de stekker eruit getrokken. Een goede oplossing. De dag daarna zat ik om een ander onderwerp. Toevallig in de Tweede Kamer. En minister Opstelten die werd aan het eind van het vragen termijn bevraagd van: minister, heeft u gisteren gekeken naar? En die zegt: ja, dat is geen issue voor het Nationaal Cybersecurity Centrum, geen issue voor mij. Dat is iets voor die burgemeester. Die is verantwoordelijk. Ja, hij is verantwoordelijk. Ik zat te denken, hoe is dit gekomen? En hij is verantwoordelijk op papier. Twee jaar eerder, een klein blokje huizen erbij in Veren. Lokale gemeente, de gemeenteraad die beslist dat er een kredietje komt voor 2,5 miljoen euro voor het uitbreiden van de pompkelder voor de riolering. Mocht mensen op inschrijven, nou, lokale aannemer, die was goedkoop. Maar die is gewend beton aan te leggen. Die heeft wat onderaannemers, eentje een elektricien, die heeft een loodgieter. En die komen wat pijpenwerk doen en die komt een pomp aanleggen. Och ja, die moet er nog aansturen. Die elektricien die gaat naar een klein bedrijfje ergens achter in Vlissingen op een industrieterrein. Die weet iets van PLC's. En die kunnen dat programmeren. Die gaan naar de Technische Unie, kopen een doosje. En als je dat doosje bekijkt, het eerste wat binnen het doosje zit is een A4'tje met de boormal. Staat ook bij van: hier aan de onderkant moet u je 230 kabeltje stoppen en de bovenkant moet u een lang kabeltje erin stoppen. En dan kunt u zaken gaan bedienen. En een cd, die cd gooi je erin en dan zoekt hij zelf op het LAN wel waar dat doosje zit. En dan kun je wat configureren. Toevallig staat op die cd ook nog een handleiding. Pagina 55 staat: als u 4 spaties intikt, haalt u het wachtwoord weg. En als u, en dan pagina 62 staat: als u een sleuteltje ziet, dan is een wachtwoord ingesteld en dan moet u dat wachtwoord intikken en dan kunt u hem openen. Staat niet op pagina 1 van de installatieinstructies: zet een stevig wachtwoord neer. Deze dingen, je krijgt hem erbij. Nou, het bedrijf dat installeerde had bedacht dat het misschien wel handig was een wachtwoord, dus die hadden Veren gebruikt, username, wachtwoord. En die hebben nooit aan iemand verteld, maar dat was ook de taak niet, dat ze iets moesten doen met dat wachtwoord, dat ze moesten wijzigen. Op die manier liggen dus dit soort systemen gewoon open. Maar wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk? Helemaal in de keten, de aannemer die het doet, überhaupt de vraagsteller voor een stukje functionaliteit, een rioolbehandeling. Of de installateur die helemaal aan het eind misschien dat wachtwoord gezet heeft en het netjes zou moeten overdragen.
Ik weet het niet. De burgemeester is verantwoordelijk. Maar op deze manier gaan we wel met onze ICT om. Op deze manier kun je ook zwembaden gewoon aan het internet vinden. Dan kun je ook lekker spelen. Of op datzelfde moment was ook Leger des Heils. Werd de verwarming gewoon omlaag gedraaid door dezelfde hacker. En dat gaf ook wat leuke beelden. Als we kijken naar wat ligt er dan allemaal aan het internet van procescontrolesystemen. Nou, dat loopt uiteen van echt vitaal tot annoying. Tropisch zwembad, noemde ik al. Maar ook het crematorium. Dat is ook leuk van op afstand te bedienen. Stallen, windmolenenergiepark. En dit is een project, de IRM, van de Universiteit van Berlijn. Die met Shodan allerlei Siemens systemen in industrial control systems opzoekt. En je kunt zien dat er in Nederland dat we toch best wat leuke dingen nog aan het internet ruwen hebben hangen. De gehele keten acteert onbewust onveilig. Niemand eist een veilig systeem. Je bent met functionaliteit bezig. Je wil een nieuw airconditioning systeem. Je wil een nieuw gebouwbeheersysteem. Niemand. Ja, dan ben je gewend als fysieke beveiliger je daarover na te denken, maar niet over wachtwoorden. Kom nou. Niemand voelt enige beveiligingsverantwoordelijkheid. Dus krijg je ook een onbeveiligd systeem. En de Black Hatter krijgt dus een leuk speeltje. By the way, dit geweer is jullie allemaal bekend. Een pringelgeweer om Bluetooth af te luisteren. Terugkijkend, sinds de jaren 60 dweilen we met de kraan open. Fabriekswachtwoorden zitten nog in systemen. En ga ook naar onze vitale infrastructuur op dit moment. Een aantal plaatsen durft men het fabriekswachtwoord niet te wijzigen, want je weet niet wat er gebeurt. Siemens durfde dat zelfs ook nog 2 jaar geleden te zeggen van, wijzig het wachtwoord niet, want we weten niet wat er dan gebeurt. Wat dan kapot gaat in functionaliteit. Zwakke protocolimplementaties in de wereld, zwakke wachtwoorden, ongeteste software, bufferoverflows. Dat is de wereld uit de jaren 60, dat is de wereld van vandaag. We hebben de ICU van de Airbus 400, hij is gecrashed, 3 motoren stil. De 787 die heeft de 248 dagen gebuk, geen millennium. Nee, ze doen het in wat kortere levenscyclus. Als je de motor niet helemaal stilzet en de aansturing ervan, dan stopt gewoon tijdens de vlucht de motor. Er zijn low-cost carriers die verzinnen dat je wat gewicht wilt besparen. En dus ga je iedereen op diezelfde kabel, de fly-by-wire kabel, ga je dus ook alle stoelen aan koppelen. Dat is handig. Mensen die vanuit een laptop ook wat mee kunnen sturen onderweg. Het scheelt ook weer een piloot. Je kunt ook de processor power gaan gebruiken. Echt low cost. Dat is ook makkelijk al die laptops tegelijk aan de gang meesturen en navigatie doen. Maar we hebben ook industrieel controlesystemen op schepen. En nog niet al te lang geleden lag er een schip van de Nederlandse overheid ergens op de Noordzee stil. Want iemand had naar zijn persoonlijk e-mail gekeken. Had toch op het verkeerde klikje aangelegd. En het hele systeem zat vol met een trojan. En ook de scheepsbesturing. Olieplatformen, virussen, vitale infrastructuur. Recent kwam ik nog een 486 tegen. Die met Windows XP nog vrolijk in onze vitale infrastructuur staat mee te draaien. En dan aan de achterkant natuurlijk wel een koppelingetje naar het internet. Er komt nog meer. Als we naar het heden en de toekomst kijken, is het altijd wat lastig om toch een enorme voorspelling vooruit te maken. Dat probeert de rent van hoe gaat de huiscomputer eruit zien. Deze is in 1954. En dit was ongeveer het idee. Hij is in de kleine letters staat van, hij is makkelijk te gebruiken, want we hebben een teletype en we gebruiken Fortran. Dat kent iedereen natuurlijk.
Het stuurwiel is wat een beetje raar om dat aan je huiscomputer te hebben. Misschien dat ze aan gaming dachten. Maar geruchten gaan dat dit ook een mock-up tegelijkertijd was voor een onderzeeboot in Amerika. Onze digitale tv's. Geweldig platform. Hele snelle processoren voor de grafica. We hebben maar 100 miljoenen van over de wereld. Beperkt aantal leveranciers. En we connecten ze gewoon aan het internet. Wat daar nou precies aan gebeurt, weten we eigenlijk niet met die internetconnectie. Maar tv zal eerder als een multimedia platform worden. En eigenlijk de interface vanuit je huiskamer 24 uur per dag met de buitenwereld. Wireplay komt eraan, een open platform. En dat is dus ideaal voor hackers. Geweldige hoeveelheid gedistribueerde computerpower die je kan gebruiken voor DDoS bijvoorbeeld. We gaan er natuurlijk zetten op punt 1, functionaliteit. Cybersecurity van die dingen, wie vraagt dat eigenlijk? Het is toch veel te moeilijk dat je een wachtwoord zou moeten intikken om naar je tv te kunnen gaan. Privacybescherming, denken we eraan. Samsung luistert nu mee met de stemcommandos die u voert. En die analyseren ze thuis ook op het hoofdkantoor. Ja, en daar zit ook nog al uw privégesprekken. Tegelijkertijd hebben ze die daar binnen. Maar de uitdaging wordt het patchen van zoveel honderd miljoen tv's. Als het nou echt fout gaat met dingen. Je moet dat u voorstellen dat uw oma van 96 dat die een patch gaat uitvoeren op de tv. Ik denk dat het een probleem wordt. Nu is het al een probleem als we Ziggo besluiten om wat zenders te gaan wijzen. Nou, je huis op afstand bestuur. Ik zie dat daar iemand bezig is met zijn thuis de temperatuur daar aan het bijstellen. Maar ja, als dat thuis kan, moet je dat ook bij het bedrijf kunnen. We hebben ook een waterzuivering van 1,5 miljoen mensen waar dan de beheerder riep. In de publieke kinderkrant, van als ik thuis kan internetbankieren, moet ik die zuivering toch ook wel van thuis uit kunnen bedienen. Ah, ja, totdat het natuurlijk over de straat klotst, dan zijn we toch allemaal niet zo blij. Functionaliteit nummer 1. Sloten bedienen thuis, je verwarming, je verlichting aanpassen. Ideaal. Cybersecurity, wie vraagt het? Wie denkt erover na? Privacybescherming, ook een lastig. En wat is er al gebeurd? Airco's die zijn van op afstand bediend. De Nest thermostaten, er is iets van 9 bugs in. Smart verlichting, daar wordt allemaal mee gespeeld. Iets gevaarlijker wordt het als we praten over gezondheidszorg. Medische apparatuur, tegenwoordig ICT gebaseerd. Functioneert. Maar jij bent verpleegkundige, jij hebt daar een pompje. Dat daar ook nog een computer in zit en dat je die misschien veilig moet houden. En dat is niet jouw taak, daar ben je niet voor opgeleid. Jij moet alleen zoveel cc per 34 uur in die patiënt zien te krijgen. Dan hebben we nog persoonlijke medische apparatuur, pacemakers, insulinepompen. En we gaan heel snel nu naar continue patiëntmonitoring. Mensen lopen zelf niet al hard te rennen en dan zelf al heel veel online. Maar als je dan de hoeveelheid water dan automatisch aan het uitrekenen bent, dat wordt dan anders aangegeven, dan heb je wel een probleem. Voor snelle terugkoppeling, met name pacemakers en noem maar op, insuline. Nummer 1 is functionaliteit. Insulinepompen en pacemakers zijn gehackt, er wordt mee gespeeld. In de hartbewaking is al Kazaa gevonden. En dat zijn toch niet de dingen die we toch eigenlijk zouden willen en moeten. Maar het is wel logisch, onbewust onveilig. We geven ICT in handen aan de verkeerde mensen. Financiële sector, we hebben het betaalgemak. Geïnjecteerde chip inmiddels, near-field communicatie. En eerlijk zal ook uw auto, de elektrische auto, als een soort betaalmiddel gaan fungeren. Makkelijk om geld te pinnen. Functionaliteit eerst, cybersecurity, nou welke plaats weten we niet, privacybescherming, vergeten we ook maar even.
en de fysieke veiligheid van de persoon als je geld haalt. Dat is ook nog een vraag. En dan komen we aan de auto's. Mooi hè? Hackers die kijken er op een andere manier aan. Die zien hier een vierwiel cyber device. De kleur maakt ze niet uit. Ze zien wielen en motoren, actuatoren. En heel veel leuke mogelijkheden om te spelen. De paarse zijn de manier om binnen te komen. Je kan als monteur binnenkomen. Je kan op afstand via de bandenspanning kun je de auto binnenkomen. Via de USB-stick. Je krijgt dadelijk e-call. Dus je kunt het van gewoon bellen. De auto bellen. Auto's gaan met elkaar communiceren. Dus je kan de auto achter je, kan je ook iets vertellen van... joh, nu even remmen. Als het glad is. Maar je kunt ook de sloten binnen dichtzetten. Je kan de airbag opblazen. De auto laten remmen. Heel veel mogelijkheden. En je hebt ook heel veel informatie. Want je weet hoe licht het is. Het is een beetje duister. Is altijd handig om iets met een auto te doen. Temperatuur als het een beetje net aan het vriezen is. Als het wat regenachtig is. Je kunt als hacker kun je heel veel leuke informatie aan die auto onttrekken. De locatie, ideaal. We gaan ook van gewoon mechanische auto's. Nu zijn we met die computers op wielen bezig. En die gaan autonoom rijden. Die gaan koppelen met andere auto's. Op afstand wordt nu al de performance gewijzigd van de motor. Motormanagement. Zeker bij trucks die de berg in moeten. Dan wordt bijgesteld dat ze iets meer vermogen hebben. En eigenlijk is de auto op het ogenblik een soort uitgebreide iPad met vervoersfunctie. Fysieke veiligheid van de inzitters staan nog voorop. We zetten nog steeds fysieke balken in die auto en airbags. Functionaliteit. Leuke speeltjes. Daar zijn we mee bezig. Net Range Rover heeft aangekondigd dat je op tot een meter of 10 zo op afstand je autootje kan besturen. Ook goed kan parkeren of door modder, daar ligt een kei, kan ik hem langs sturen. Het kan allemaal via een interface. Cybersecurity, daar hoor je nauwelijks iemand over. Toch geven we ons leven daaraan over als we zo'n auto instappen. Privacybescherming is helemaal geen issue. Al gebeurt, op afstand laten toeteren, stilzetten, deuren open afsluiten, niet laten laden, al dat soort functionaliteit. En dat is natuurlijk wel een beetje risico. Slimme meters. Voor 2020 krijgen we het allemaal in ons huis. Als we het goed vinden. Je mag het weigeren nog. Er zijn miljoenen meters die uitgerold worden over Europa, over Amerika. Met een beperkt aantal leveranciers. Functionaliteit is nummer 1, privacy aspecten. Oké, daar zijn we toch wel wat mee bezig. Cybersecurity. Op afstand zou je de nutsvoorzieningen kunnen uitschakelen. Dat mag in Nederland niet van de Eerste Kamer. Maar waar ze dat blokken, of ze de code eruit halen, dan wel dat ze de code laten zitten en hem dus niet gebruiken. Nou, dan wordt het wel leuk voor hackers om wat te gaan spelen. Zeker als je wat grotere wijkjes neemt. De uitdaging is natuurlijk dat dit apparatuur is die normaal een jaar of 25 gewoon in je meterkast zit. Niemand naar kijkt. Maar gegeven de snelheid, de wet van Moore, zul je security modules moeten gaan vervangen. Field upgrades. Daar heeft niemand nog over nagedacht hoe je dat moet gaan doen. Zeker als er een groot gat ontdekt wordt, zul je heel snel moeten gaan upgraden. Nou, voorzien dat je de hardware waarschijnlijk niet kan krijgen. Maar hoe gaan we dat doen? Hebben we nog monteurs en mensen die de huizen langs kunnen om dat te gaan doen? Als er switch-off functie er is, dan kan het echt gezellig worden. En op dit moment in de VS kun je al patches krijgen om zeg maar je metertje wat vriendelijk te laten afrekenen. Je doneert $25, $50 en je krijgt goedkopere tickets. En dan, ze komen eraan, de smart appliances, de slimme afwasmachines, koelkasten. Nu al weer sprake van ovens. Stofzuigers, verlichting, verzinnen, maar het wordt slim allemaal in je huis.
Functionaliteit is nummer 1. Cybersecurity, ja, wie vraagt er naar? Wie gaat dat leveren? Nou, dat zijn in ieder geval niet de klassieke ICT-leveranciers. Maar denk aan LG of een hele nieuwe partij op de markt. Field upgrading, die een helft van de, ja, je koelkast staat waarschijnlijk al 15 jaar bij je thuis. Hoe gaan we die upgraden? Hoe gaat omaatje de koelkast upgraden? En hoe ga je omaatje vertellen dat ze moet doen? En deze systemen gaan interacteren met de smart grid. Dus als je ze de verkeerde dingen laat vertellen aan het smart grid, dan gaat toch het licht wel uit in de buurt. Hoeveel kosten mag je voor security in dat soort apparaten gaan zetten? Een beetje koelkast, vriescombinatie, 200, 300 euro. Hoeveel rekenkracht gaan we erin stoppen? Als we weten dat, zeg maar, een iPhone dit ongeveer aan erin heeft zitten. Je zal iets met communicatie moeten doen. Nou, zal je dat voor $11 kunnen doen. Geheugen, hoeft niet zoveel in. Nou, $10. Maar op 200, 300 euro gaat dat toch wel doortellen. Dus er zal daar aardig wat beperkt worden aan slimheid wat we in die slimme koelkasten, wasmachines gaan zetten. Robotica komt ook op ons af. Verwachting is in de komende 7, 8 jaar dat dit echt door gaat breken. Veiligheid staat voorop. Functionaliteit is nummer 2. Cybersecurity hoor je niemand over. Die robot die in het ziekenhuis die patiënten gaat tillen, wie is daar eigenlijk voor verantwoordelijk? De technische dienst pakt dat ding uit. Er zit een cd bij. Maar we hebben er straks al gezien, die pdf met die handleiding, die is wel 600 pagina's. Ja, dat je ergens iets nog met een pincode moet doen of een wachtwoord, dat staat natuurlijk wel ergens op pagina 583. Helemaal achteraan. Of gaat de verpleegkundige dat doen? Ik denk het niet. Wie gaat daarvoor verantwoordelijk zijn? Aan wie geven dit in handen? En zorgen dat het veilig is. Wie gaan we nu al opleiden dat ze dus daar zich bewust van zijn? Doe niks aan opleiding. En dan eventjes gewoon naar het Tomorrow Museum. Van wat gebeurt er eigenlijk in deze wereld? Wat wordt er gehackt? Geblackhacked. Internet of Things komt eraan. Cool gadgets met te kijken functies. Imponeer uw vrienden. Fun is nummer 1. Functionaliteit nummer 2. Cybersecurity is no fun, dus dat doen we maar niet. Maar we gaan wel onze hele wereld daaraan hangen. Nou, als je gaat kijken naar wat al in het museum staat. De point of sales, de kassa's, de point of collect kun je beter zeggen. Want daar collecteer je de creditcardgegevens en de pincodes. Dat is in het wild al volop in gebruik in Amerika. De pacemakers zijn gehackt, insulinepompen zijn gehackt, medische apparatuur is gehackt. Daar hebben we het straks al over gehad. Slim ondergoed, daar heb ik nog weinig van gezien, maar dat komt er ook aan, slimme pillen. Openbaar voerchips, oké, je weet dat, maar dat is niet zo erg. Kan je wat gratis reizen. Canvas Triple, een leuke gadget om je auto open te schroeven. De Tesla is gehackt, 2,2 miljoen BMW's moesten laatst een software upgrade hebben, want dat ging niet helemaal goed. Ook de Minis en de Rolls Royce. We praten over dat soort aantallen gelijk. Hoe doe je dat? Fleet management. Vliegtuigen in 2020 gaan ADS-B draaien. Zoals het nu uitziet kun je dat ook spoeven. Het is echt wel leuk om vliegtuigen ook over Europa aan de andere kant uit te laten vliegen. Er is een verkeerslichtcamera 2.0 in Nederland. Moet je maar eens het verhaal erover lezen. Hij heeft alles. Leuk om te hacken. Wifi, LAN, 3G. Lekker in de buurt. Hij heeft alleen maar 230 heeft hij nodig. Maar je kan hem vertellen dat hij naar nummerplaten moet scannen. Je kunt de snelheid van flitsen indoen. Je kunt dus dan ook, zeg maar, zo hacken dat hij alleen politieauto's flitst of taxis. Het werkt echt goed.
Mobiele telecom, home location registrar is gehackt in de dingen. Digitale tv's komen eraan. Smart meters, et cetera. Zonnepanelen. Je moest laatst ook een software upgrade hebben in Duitsland, anders gaat het ook niet goed. Dan kan het hele netwerk plat gaan als het wat verkeerd gaat. Software-defined radio komt er ook aan. Zelf is er al een soort Zwitsers zakmes voor een paar honderd dollar. Dus wil je hacken, schaf zo'n ding aan. Beveiligings- en alarmeringssystemen, KNX-protocol, wordt op het ogenblik volop gebruikt om hotelkamers aan elkaar te linken en daar ook de radio over te nemen als er brand uitbreekt en dat soort dingen. Heel leuk protocol, heel slecht beveiligd. Eén poort en je bent er. Gebouwbeheersystemen wordt ook mee geklooid. Kortom, hoe veilig is het in Nederland? Ik ben erg positief, zoals u begrijpt. Maar, zeg maar, kwetsbaarheid is de ene kant, de andere kant van hoe, wat hebben we dan, wat doen we er dan tegen? Nou, u doet uw best en voert een risicoanalyse uit. Dat is meestal statisch. En u treft daarna maatregelen om het risico beheersbaar te maken. Nou, u doet uw best. U weet welke maatregelen u nu gaat nemen. Maar eigenlijk is het de samenvatting, u start met een inherent onveilig systeem. U pakt er wat lage beveiligingsmaatregelen omheen. Vaak zijn dat weer technische maatregelen die nieuwe zwakheden introduceren. En kortom, ben je eenmaal een Zwitserse gatenkaas, dan word je toch niet echt een blok geperste kaas uiteindelijk. Met zonder gaten. Je blijft de gaten houden. Ja, en u gaat maatregelen treffen en u heeft een heel palet. Technische maatregelen, historische maatregelen, fysieke maatregelen. Wat is nou de juiste stapeling? Je kunt het zien als van, je hebt dezelfde risicoanalyse, gaat twee mensen hier uit deze zaal gaan ermee aan de gang. De ene maakt een chasseliek op de linkerwijze en de andere maakt een soort berenklauw aan de rechterkant. Welke is nou beter? Welke is nou veiliger? Is het nou een indringersprotectiesysteem of een IDS? Is het een SIEM-combinatie? Is dat nou sterker of niet? Doe je nog wat forensics? Doe je nog wel een opleiding? Eigenlijk, en dan heb je het gedaan, maar is het nog robuust als je er even een beetje tegenaan duwt met een nieuwe dreiging? Meestal kraakt het en zijn de buitenstaanders zijn toch weer bij je goudklompje. Luchtvaartveiligheid is eigenlijk in dezelfde periode ontstaan. Ook uit de jaren 50 zijn begonnen. En hebben toch wel geleerd om dingen strakker te maken. Brug van Spaghetti, TU Delft. 1 meter overspanning. En die dingen worden dan goed bedacht door de studenten. Maar inmiddels zitten we al op een 29 kilo... belasting. Nou, best veel. Hoe is die weerbaarheid? Kunnen we dus een schok aan? Kunnen we wat robuuster maken? Kunnen we leren van het verleden? Bij de luchtvaart doen we dat. Iedere crash wordt geanalyseerd over de wereld. En we leren ervan. Piloten worden beter getraind. Krijgen andere scenario's voor. Software wordt aangepast van het vliegtuig, etc. Wanneer komen we tot zoiets? Wanneer hebben we echte analyse, root cause analyse, dusdanig dat we het in de toekomst deze fouten niet meer maken in de nieuwe software? Gaan we nu kijken naar de overheid. De overheid die kijkt ook naar cybersecurity. Ze maken zich druk aan die rechterbovenkant. Vitale telecom. Europese regels zijn daarvoor. Als je daar cyberinbraak hebt, dan moet je dat gaan melden. DigiNota, dat zat eigenlijk op de rand. Het was een schok voor Nederland. Het bleek toch ook eigenlijk wel vitaal te zijn. Maar Microsoft en de Cisco en dat soort partijen aan de bovenkant, waar we vele miljoenen systemen van krijgen. Software,
Reliability is geen issue nog voor in de discussies tussen overheid en leveranciers. Als zij het fout doen, dondert ons hele wereldje in elkaar. We hebben mensen thuis die zomaar een Samsung hebben. Een van die 600 miljoen Samsungs die dus nu kwetsbaar is. Je moet toch ook thuis, moet je maar bedenken dat je regelmatig moet gaan kijken en weer een upgrade nodig hebt, een patch. Maar we krijgen nu ICT die zich gaat verstoppen. Ik heb het al een paar keer aangegeven. Uw slimme koelkast, uw slimme oven. Wie kent Corinne? Wie kent June? Wie weet het? Dat zijn mensen die niet meer slimme ovens bouwen. Daar zit een weegschaal in, daar zitten camera's in. En die kijkt naar de juiste bruining van uw kalkoen, bijvoorbeeld. Dat zijn misschien over een paar jaar wel de leveranciers die het hele markt overgenomen hebben en ook uw slimme koelkast gaan leveren. Startups. 10 jaar geleden begon Facebook. 10 jaar geleden begon Google. Goeie 10 jaar geleden. Dus alles wat nu in de garage van pa zit, dat kan over 10 jaar de topleverancier zijn. Maar er zijn niet security-minded mensen. Het zijn mensen die functionaliteit bieden. Security, veilig. Software-APK's voor auto's. Auto's zijn op het ogenblik al computers of wielen. Maar misschien moeten we eerder wel iedere maand naar de garage toe om de software te laten patchen. En een APK'tje hebben. De hardware, dat gaat wel goed. Dit is de wereld waar we heen gaan. Of hebben een uitweg. Zouden we het niet eens een keer echt goed gaan doen? Zouden we nou eens een keer niet moeten gaan leren van het verleden? En de dingen die nog vandaag fout gaan. Onveiligheid doorbreken. Analyse van eerder falen zou wel eens handig zijn als we dat gaan doen. Lessen die we al geïdentificeerd hebben, maar die leren we niet naar de volgende cyclus. Ook niet zo gek. Want iWatch, dan halen ze een 16-jarige van straat en zeggen van, wat zou jij met zo'n ding willen doen? En die gaan een leuk programmaatje bouwen. Je hebt nooit iets geleerd van dat je veiligheidje moet inbouwen tegen bufferoverflow, dat je je parameters even goed moet controleren van de input. Maar we zullen misschien deze kant uit moeten gaan. Dat we cybersecurity opleiding, nou echt de mensen vertellen van wat is een buffer overflow en hoe programmeer je hem dus niet. We moeten in plaats van zo'n thee prikken van een aantal maatregelen, hoe goed ook en mensen het doen. Maar veel stelselmatiger weten van een stapeling van maatregelen links, een stapeling van maatregelen rechts. Wat is nou beter? Wat is nou echt goede engineering, ingenieurskunde? En science, we zullen misschien ook wel meer de fundamenten moeten opzoeken. En ook zorgen dat fundamenteel er gewoon dingen veel beter gaan. Continu verbetering zoeken, maar goed, we moeten eerst beginnen met de kraan dicht te draaien. Laten we daar eerst eens even mee beginnen. Maar op weg naar cybersecurity 2.0. Verenigde Staten, het ministerie van Defensie, heeft inmiddels al in beleidsstukken, staatssecretarisniveau, de noodzaak van een science of cybersecurity, cybersecurity science, onderkend. National Cybersecurity Agency is allerlei initiatieven aan het starten. Dat is de andere kant, niet de afluistertak, maar de protectiekant van de NSA. Verenigd Koninkrijk, ook die afluisterclub, maar die is toch ook daarmee bezig. Science of Cybersecurity Research zijn ze drukkend stimuleren, veel geld er tegenaan aan het gooien in Engeland. Men is daar een aantal universiteiten bij elkaar aan het zetten. Zijn professoren zijn vaak in de diepte bezig, los, puntoplossingen. Maar hoe rijken die punten aan elkaar tot een weerbare chassis? In Cambridge worden nu heel veel groepen bij elkaar gebracht. Vanuit alle andere universiteiten. Ze geven wat extra geld voor als je daarheen gaat.
En een aantal universiteiten zijn dus nu hun cybersecurity opleiding aan het verliezen. Die komen al in Cambridge terecht. Maar er komen ook nieuwe initiatieven. Er komen ook combinaties van. Als jij kan hartstikke goed zijn in het analyseren van hoe je een industrieel controlesysteem, intrusion detection erin doet. Maar ja, daar aan de andere kant zijn we dus met die domotica systemen bezig. Eigenlijk hetzelfde probleem. Maar ja, daar zit jij niet op, want jij bent alleen maar hier bezig. Als je dat gezamenlijk bij elkaar brengt, gebeuren dat soort onderzoeken veel effectiever. En veel enthousiaster eigenlijk. Er komt veel meer uit. Ja, om dan een beetje aan het afronden. 100% veilig bestaat niet. Maar we moeten er toch wat aan gaan doen. Blijven we dwijnen? Blijven we echt dwijnen? Of gaan we toch eens een keer leren van het verleden? Gaan we ICT nog steeds in onbewust onveilige handen geven? Hoe doorbreken we dat? Zijn we alleen maar bezig met puntoplossingen die gezamenlijk toch een hele hoop witte gaten laten zitten? Hoe goed u het ook doet. Dan gaan we de weg uitweg zoeken naar Cybersecurity 2.0. Laatste zijn wij mee bezig. Ja, hoe veilig is het in Nederland? Nou, de perceptie is dat het nog steeds veilig is. Internet, bankieren, allemaal vrolijk. We gaan stappen zo in onze auto, we stappen zo in de trein, het vliegtuig. Maar de realiteit is dat het wel eigenlijk steeds onveiliger wordt. Hoezo Nederland? We moeten toch wat bredere blik opzetten. Want wij lossen het niet alleen hierop. We moeten het met z'n allen doen in cyberspace. ICT blijft onveilig. Maar dan ook meetbaar. Tenzij we het fundamenteel anders aan gaan pakken. Ik heb al gezegd, we moeten meer iets gaan doen aan opleiding en bewustwording. We moeten greep op de hele security life, cybersecurity lifecycle krijgen. En ook op de organisatie waarin we ICT loslaten. U bent verantwoordelijk voor cybersecurity in uw bedrijf. Maar als u zochter binnenkomt, denkt u aan van wie is eigenlijk. Wie zorgt dus dat dit beveiligingssysteem, die deur, die toegangspoort, ook cyberveilig is. Wie denkt er dan over na dat de airconditioning in uw bedrijf veilig is? Het brandmeldingssysteem. Oh ja, dat zit nog ergens bij die technische dienst naar beneden. Dat gaat dus niet worden. Telefooncentrale, et cetera. Doe het eens integraal en zorg dat het echt gewoon goed geregeld is binnen uw bedrijf. Op weg naar Cybersecurity 2.0. Laten we die kant uitgaan. Bedankt voor uw aandacht. Zijn er vragen? Zijn er vragen? Nee, blijf maar hier. Oh, ik dacht dat er een vraag was, maar die. Oh. Ik kan u verstaan. Externe leveranciers leveren vaak puntoplossingen. En het is inderdaad. Je zult een mix moeten vinden die een stukje je risico inperkt. Maar je blijft witte vlekken houden. En vaak leveranciers beloven vaak hele concepten. Maar als op het moment dat ze met concepten bezig zijn, dan weet je zeker dat er wat problemen zitten. Maar u heeft de keuze tussen een EEL4 firewall en een intrusion detection systeem van een partij, andere partij. Is dat nou veilig of was u nog even vergeten dat aan de achterdeur dat we daar ook nog wat ingangen hebben? En dat mensen hun foto's van hun vakantie ook gaan zitten bekijken op de werkplek en het virus meenemen. En u was toch even dat virusverhaaltje vergeten, want aan de voorkant had u de deur dicht gedaan. We hebben een heel palet aan tegenmaatregelen. Maar
kijk goed en je ziet dan de volgende dingen. Oh ja, dat waren we vergeten. Iemand anders naast u is misschien iets meer, heeft een iets meer fysieke achtergrond en probeert de hele zaak dicht te timmeren aan de poort. Maar vergeet dan toch ook weer wat de afvoer, veilige afvoer van cd's of je backups. Het is lastig. Het is een heel palet aan maatregelen die je kan treffen. Een coherent systeem erin vinden, dat blijft lastig. En leveranciers, die wil u graag allerlei dingen verkopen. Goed naar de tekentafel gaan, maar we hebben heel weinig opleidingen. Want mensen echt leren om dingen goed door te analyseren. En de juiste verzameling maatregelen en de juiste volgorde te treffen. Er zijn wat leuke games. Kapersky heeft een leuke game over van hoe je een drinkwatervoorziening veilig maakt. Je hebt een nieuwe drinkwaterplant overgenomen en je moet daar wat aan gaan doen. Als security manager. Ja, wat ga je eerst doen? Ga je eerst een scan maken van wat is de onveiligheid? Of ga je gelijk de internetconnectie die er ligt even loshalen? Je hebt beperkte tijd, je dingen. Een heel leuke game om te spelen. Dus geeft aan dat engineering nog niet eens zo makkelijk is. Nog tijd voor één vraag. In hoeverre is dan opzicht vrije open source software oplossing? We hebben al engineers kijken, kunnen studeren van oplossingen die je in de organisatie aanbrengt. Het is een idee dat open software veiliger zou zijn of niet, omdat er veel meer mensen naar gekeken hebben. Maar ja, we praten over zoveel miljoenen regels code. Snapt u al die regels code die er staan? Denkt u dat anderen het ook allemaal snappen wat er staat? We hebben recent natuurlijk ook een groot incident gehad met open software. Het is zo goed als de man die het gecodeerd heeft. Ik denk dat, of vrouw. Oké. Daarbij blijft. Ik denk dat we daarbij afsluiten. Help mij alsjeblieft mee om even Erik Luif te bedanken voor zijn toelage. Hartelijk dank. Ja, mijn kleinigheid. Zo. Yeah.